Afgelopen donderdag woonde ik een lezing bij van macro-econoom Matthijs Bouwman. Dat was bij een ledenbijeenkomst van de Hoornse Ondernemerscompagnie. Ik heb al vaker lezingen van Matthijs Bouwman gehoord en menigeen zal zijn commentaren ook kennen van Nieuwsuur of uit het Financieel Dagblad. Ik hou wel van zijn commentaren, lekker duidelijk en in heldere taal. En hij brengt het met zoveel enthousiasme dat ik bij mezelf denk, waarom heb ik geen economie gestudeerd? Zo'n leuk vak! En wat was ik blij met zijn conclusie dat menig ondernemer maar op één manier de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd kan bieden. Gooi het roer om en stop met zoeken naar de gedroomde kandidaat voor je vacature. Hij zei letterlijk, ga op zoek naar de ongeschikte kandidaat en ga die vervolgens met goede begeleiding en aandacht geschikt maken. Natuurlijk had hij nog meer leuke tips, maar deze sprong er voor mij echt uit. Want wat mij betreft raakt hij met die uitspraak de kern om al die mensen die nu langs de zijlijn staan een kans te geven. Of anders gezegd, het onbenutte arbeidspotentieel te benutten. Ook benoemde Matthijs Bouwman dat je als ondernemers met elkaar meer bedrijfsscholen moet opzetten om mensen zelf te gaan opleiden en zo direct talenten te kunnen ontdekken. Op dat gebied zijn we al goed bezig in de regio. Onlangs nog is de Techcourt geopend op Hoorn 80. Een mooie samenwerking van onderwijs, overheid en ondernemers. En dan hebben we in de regio ook nog eens de Talent Academy voor zorg en IT-beroepen. Goed bezig. Maar dit zijn nog steeds de uitzonderingen, terwijl dit het nieuwe normaal moet worden. En tot mijn vreugde benoemde Matthijs ook nog eens het principe van open hiring. Een baan zonder sollicitatiegesprek. Hoe mooi zou het zijn als je dat voor een hele branche organiseert, zodat je de kandidaten verschillende mogelijke werkplekken kunt bieden. En dat de ondernemers dan ook met elkaar kijken wie waar het beste tot z'n recht komt. En weet je wat hij ook nog noemde? Ja echt, het houdt niet op. Er bestaan ook allerlei technologische hulpmiddelen die zwaar lichamelijk werk lichter maken of complexe werkzaamheden eenvoudiger. Zo noemde hij de inzet van een exoskelet waardoor tillen een eitje wordt. Zo'n exoskelet hoef je nog niet eens zelf aan te schaffen als werkgever. Als je iemand in dienst neemt via Werkzaam of het werkgeverservicepunt, dan wordt die namelijk als voorziening verstrekt. Dat wist Matthijs dan weer niet. Ik ben in ieder geval heel blij dat een gerespecteerd econoom, net als ik, aangeeft dat er nog heel veel kansen liggen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Pakken dan maar, zou ik zeggen. En zowel Werkzaam West-Friesland als het werkgeverservicepunt helpen de ondernemer daar graag bij. En ik verwijs je naar de websites. Wil je meer weten? wsp-nhn.nl en werkzaamwf.nl.